Oké, okay, mooi broednest. Een half raam vol aan beide zijden. Ja. We zien hier een rond broednest. Daaromheen zit wat stuifmeel opgeslagen. Dat is van de afgelopen dagen binnengekomen. En daaromheen zie je open voer. Daar zijn de bijen dus bezig om het broednest voor te bereiden. En hier de krans met gesloten voer. Dus het broednest duidt zich die kant op. Dit wordt weer weggevreten. Dit is ook niet te veel. Dit is een heel mooi randje. En het broednest duidt zich dan naar achteren toe uit. Dus het buitenste raam. Dus ik verwacht vanaf nu dat de ramen meer broed hebben. Ja. Dit raam is weer vergelijkbaar. Dus weer het ronde broednest. Hier zien we de koningin lopen. Het ronde broednest, daaromheen een klein randje met stuifmeel. Dat is de laatste dagen weer binnengekomen. Dat was de eerste vrije plek, want de bijen zijn hier het suiker of de honing aan het openmaken, aan het opvreten. En dat openvoer, daar broedt de koningin in. Dus die eerste lege cellen die je daar dan ontstaan door het voer wat weggevreten wordt, daar wordt stuifmeel opgeslagen. Want stuifmeel wordt opgeslagen in lege cellen, willekeurig in de kast. Daarom ontstaat er zo'n mooi randje om het broednest, omdat de bijen om het broednest heen het voer aan het wegeten zijn. Ik zie hier een half raam met darrenraad. Dat had ik eigenlijk niet midden in het nest willen hebben. Dat zit er wel. Dus ik ga zondigen. Dit wil ik eigenlijk nooit doen. In geval ga ik dat wel doen. Dus ik ga dit darrenraad naar buiten brengen. En dan hier naar de buitenkant. Ik kan dat nu doen omdat het broednest eigenlijk even groot aan de buitenkant is als aan de binnenkant. Moet ik goed kijken. Ja, en zo hoort hij erin. Dus dit darrenraad zit nu aan de buitenkant. Het vierde raam. Ook weer een vergelijkbaar broednest. Niet een heel groot broednest, maar een vergelijkbaar broednest. In dit geval, ik denk, even kijken tot waar de eitjes liggen. Ja, zo'n, nou ik zou zeggen 65% vol. En het laatste raam. Nou was dit een jong volk. Die heb ik nog eind van het jaar gemaakt. Het laatste raam is dan weer een stuifmeelraam. Nou, dit raam haal ik eruit. Uit het broednest, want ze heeft dan die drie ramen meer dan genoeg. Er zijn ook niet heel veel bijen. Dit raam heeft gelukkig nog wat voer, want ik vind dit volk echt wat krap in de voer zitten. En dan gaat dit raam weer als voerraam hier naar buiten, want ook dit is een half darrenraad. En dan wil ik niet dat de koningin daar nu gelijk op gaat leggen. Dus die doe ik achter dit gele raad, want daar wil de koningin zeker niet overheen. En de koningin mag wat mij betreft wel op dit raam gaan broeden, achter het kantraam. Dat vind ik geen probleem. Als dit echt helemaal vol zit en ik ben te laat, prima dat ze dan naar die donkere raten gaat die daarachter zitten. Maar ik wil liever niet dat ze op dit raad terechtkomt. Dit volk is een jong volk. Dit volk heb ik vorig jaar gebruikt als starter. Daar heb ik de koningin uitgehaald in augustus nog. Daar heb ik wat bijen bij ingegooid, zodat het een wat sterker volk was. Het was niet supersterk, maar een wat sterker volk. Toen heb ik nog larfjes opgeteeld. Die zijn begin september in bevruchtingskastjes gegaan. En toen heb ik één dop in dit volk laten zitten. En die hebben dus in september een koningin aangetrokken. Dus die zijn pas half september weer voor het eerst aan de leg gekomen. Dus dit is echt een jong volk, noemen we dat dan. Een volk wat nog in opwas is. Maar het ziet er keurig uit. Die zijn voor de linde zeker klaar.